Dante! Get to the eye! Good save. Look, he's showing cracks. Dante, you see that? Yeah, I see it. He's still in there. We need to get in there and kill him. Okay. Come on, let's go. Yeah. We need to follow. Get the puppy. People here? Yeah, bro, yeah. Why was his body in there? Mundus is merged with his physical body. That's why he's protecting it. So if we kill his body, we kill Mundus. Whoa. Don't forget to take his life, Kayla? Alright, when you play Warhammer, you can be there. Okay. Yeah. Wat wij hebben. 1 groot en 1 goldorp. Oké, okay, dan is het 3-3. Get the minions.
De bol. De bol. Oh, wacht. Ja, je bent een dubbele... Zou ik voor de zekerheid? Ja, ik ga voor de zekerheid. Gaat dit goed? Nou moet je dat de rechterarm. Hij ligt er aan. Sorry, niet. Mijn vet. Oh, ik ga zo. Wat valt beeld uit de buik? Oh, wat lelijk. Gaffer. Oké, dan komt hij met zijn gaffer. Speur die aan. Te makkelijk. Ik bedoel, ja, oké, het heeft misschien een large star support. Nee, het lijkt me niet. Echt niet. Daarop heb ik nog steeds het gevoel alsof Virgil. I did it. Alsof Virgil ontplant. I did it. Zeg maar, ja,
klinkt raar, maar... Ja. Oké, als dit was het alles? Echt waar? Eén item is daar. Ik vind het wel goed. Dan had ik eventueel nog een gold orb te staan natuurlijk. Maar goed, laat ik het hierbij. Volgende aflevering, als ik het goed herinnerd heb, gaan we de laatste chapter in. Dus de laatste mission. Ja, mission. Van de laatste missie in, dus dan ja, zien we wat er van komt. Ik houd een verrassing voor mezelf ook, want ik weet het zelf ook niet. Dus bedankt jullie voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef een goed duimpje. Abonneer als je het niet gedaan hebt, dan zie ik je bij de volgende Devil May Cry weer terug. En misschien de laatste, ik weet het niet. Dus, mazzel.